Goed. Paard is ietsje ongedurig. Ervan uitgaande dat je hebt gewonnen, Caroline, dan alvast gefeliciteerd. Ja, nou ja, dan dankjewel. Rogier zei, ja, bij een nieuwe trainer wint hij altijd de eerste keer uit. Oh, nou ja, Hans traint hem zelf. En nou ja, hij heeft er heel goed voor elkaar. Dus, Je hebt er alleen maar op te hoeven gaan zitten. Ja. Of ja. Achter. Ja, ja, inderdaad. Ja, de bandenstart was nog even een beetje een dingetje. Had ze nog niet gedaan. En ze deed het een beetje lomp. Maar nou, eigenlijk heel goed. Dus, prima. Dus misschien wel een mooi nieuw team zo samen met jou. Ja, zou mooi zijn. Daar hebben we weer de prachtige ereprijzen. Ik blijf het zeggen, die wortels, dat zijn echt de goeie, hè? Dat zijn geen waterige dingetjes. Dat zijn echt de goeie winterpenen. Super voor het paard die het verdiend heeft. Mooie bosbloemen. En natuurlijk weer Gerard zijn mooie ereprijzen van Renbaan Duindicht. Als jullie er mooi genoeg op staan, dan mag hij op de voorplaat. Hij mag vast op voor als jullie er maar goed genoeg op staan. Oké, okay, ja, dat komt helemaal goed hoor. Graag uw applaus voor het winnende team. Caroline Aalbers. Aan mij nu het verzoek om op te roepen of alle vrijwilligers van Renbaan Duindicht, draf en Renbaan Duindicht, even hier het gras op willen komen. Ze staan vast te trappelen. Ja, ik heb hier het rijtje, maar jij mag ze ook voorstellen hoor. Jij kent Zijtje ook. Hopelijk wel. We beginnen met Aartje Boot, want die is altijd bang dat hij vergeten wordt. Hij heeft het al over zijn mooie bloemen gehad. Dat dacht ik wel. En dan Bette Starreveld. Peter Kouwenhoven, Hans Baptiste, die heb ik niet gezien eigenlijk vanmiddag. Wie is er wel? Hans Baptiste. Ik ben zo moe. Zal ik je even helpen? Ja. Wim van der Pel hoort er ook bij. We willen heel graag deze mannen eventjes het gras op hebben, maar ik zie eigenlijk nog niks bewegen. Zijn ze nu ook nog iets aan het verven? Ze komen handen en benen en voeten tekort. We kunnen er nog wel 10 bij gebruiken. Mocht het nou zo zijn dat ze het nu niet doorhebben, dan kan je ze ook... Ik had ze netjes gewaarschuwd, maar ze zijn zo bescheiden dat ze eigenlijk misschien wel niet willen.